Vandaag zijn ruim 700 jongeren door heel Nederland voor één dag de baas van een bedrijf tijdens de 10e editie van Yink Baas van Morgen. Yink zet zich al 20 jaar in voor gelijke kansen voor alle kinderen en biedt met dit initiatief jongeren met verschillende achtergronden de kans om leiding te nemen in het bedrijfsleven. En zo ook weer in Arnhem en Nijmegen. De aftrap van de dag vond plaats bij de papierfabriek in Nijmegen. De bazen van morgen, zoals de leerlingen vandaag worden genoemd, beginnen de dag met een ontbijt met de bazen van vandaag. En dan hebben alle leerlingen ieder hun eigen programma. Ja, we doen mee aan de baas van morgen vanuit school. Ga je meelopen met een baas van een bedrijf. Ik loop mee met de politie. Dus daar heb ik heel veel zin in. Mara die ga ik zometeen meenemen naar ons trainingscentrum in Elst. Goede politieman of politievrouw moet natuurlijk wel getraind zijn. Ik ga wat laten zien. Ze gaat nog een uurtje mee met een digitaal wijkagent. Dat is een wijkagent die gespecialiseerd is om wijkagent te zijn op het web. Dat is ook een beetje de opdracht die Mara van ons krijgt. Ze mag meedenken over verschillende situaties. En we willen graag weten hoe zij het vindt om als jongere op het internet te zijn en of ze de gevaren daarvan kent. En die wijkagent die gaat haar daarbij helpen en mogelijk krijgt ze daar nog weer nieuwe inzichten door. Zometeen gaan we naar het kantoor van Alfa Laval en dan gaat de echte baas mij een rondleiding geven. Daarna ga ik meelopen met 3 verschillende teams. En die hebben te maken met IT en ICT, omdat daar ben ik heel geïnteresseerd in. Hij is super gemotiveerd, heel erg gedreven, maar wist nog niet precies wat hij wilde voor doen voor vervolgopleiding. En daar wil ik hem bij helpen om inzicht in te geven. En hij krijgt mijn laptop en ik kan zo aan de bak, dus we zullen het zien. De organisatie Yink strijdt al 20 jaar voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Wij vinden het vooral belangrijk dat iedereen vooruit moet kunnen komen. En dat moet niet afhangen van waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, of in ieder geval je huissituaties of thuissituaties, hoe het ook maar wilt noemen. Wat wij vooral belangrijk vinden is iedereen moet meedoen. Iedereen moet een gelijke kans krijgen. En als iemand de kans heeft gekregen en het is toch niet gelukt, dan is het een ander verhaal. Maar die hebben in ieder geval wel de kans gegeven om waardigheid in ieder geval voor iedereen terug te brengen. En dit biedt niet alleen een kans voor de leerlingen, maar ook zorgt dit voor nieuwe inzichten voor de bedrijven. Chantal Peters, directeur van de papierfabriek, heeft hierover dan ook een duidelijke boodschap. Het is niet altijd alleen maar ondernemen. Nee, het zit veel dieper. En ja, we hebben hier heel veel mensen net ontvangen. Directeuren, bazen en de jonge talenten, zeg maar. En wij durven echt te zeggen dat wij geen personeelsproblemen hebben, omdat wij die knoppen weten aan te raken. En het is niet meer die baas. Wij zijn coaches. En dat is echt een hele andere belangrijke mindset.